ze lijkt op iemand, maar ik weet niet op wie. Ja, hoe heet ze? Van Goede Tijden. Ach, Jette van der Meij. Ja, het grappige was dat de therapieën uit het sanatorium gewoon gewerkt hebben. Ja, het is toch wel weer wat korstjes bloed. Ik word vanochtend wakker en ik denk, wat is er allemaal gebeurd in hemelsnaam? Ik heb een stuk maandverband in mijn nek. Oh, het is best gewoon ook nog. Oh ja, dat was het. Bloedzuigers. Even kijken. Die mensen moeten denken dat hier een moord heeft plaatsgevonden. Maar ik heb heerlijk geslapen. En wat me eigenlijk nog het meeste opvalt, is dat ik zo glad ben als het huidje van een bloedzuiger. Je ziet er zo goed uit. Thanks, darling. Het is echt. Ik voel me ook echt heel goed. Ik ga jou zeggen, het is net alsof je in de strijkplank. Ja, is dat ook zo? Ja, maar het is. Met jou? Ja, maar ik had die allergie in mijn gezicht toen we hier naartoe gingen. Ja. En die is helemaal weggetrokken. Ik vind het ongelooflijk. Ik ben echt zo gelukkig. Ik voel me echt geweldig. Ja, fantastisch eigenlijk. Ja. Ik weet het ook niet. Misschien komt het wel door het beest. Maar ik vind gewoon het idee van zo'n bloedzuiger op je lijf. En, ja, moet je, kan ik dat laten zien ook even? Ik krijg toch... Zie je? Ja, ik vind het toch niet echt prettig, hoor. En ik moest naar de wc van. Ja, ik ook. Gek, ik weet niet of het aan het bad heeft gelegen of aan die bloedzuiger. Dat is detox, hè? Niet normaal. Ik heb het glazuur uit de pot gepoept. We gaan straks naar Galina. Galina is 72 jaar en is eigenlijk pas een paar jaar geleden begonnen met het modellenwerk. Dat is op zich natuurlijk heel uitzonderlijk. Ja, en dat is natuurlijk ook wel iets wat bij de eeuwige jeugd hoort. Dobre den! Dobre den! Nice to meet you, Ilian. Nice to meet you. Good. Nice to meet you. So nice to meet you. En dat is eigenlijk bij toeval gebeurd door haar kleinzoon die via Instagram een foto had gepost van zijn oma. En daar is het hele balletje door gaan rollen. En nu is ze gewoon echt een cover model. So, Ilian, what a beautiful grandmother you have. You must be so proud. Yeah, yeah. And she was in the Guinness Book of Records in National Ukrainian record book. As like the oldest model of Ukraine. She inspires a lot of young people, yeah, I think. Yeah, because and basically you say it's never too late. Yeah, never too late. And many many young people say, yeah, I'm not afraid to get old. To get old. Te lijkt op iemand, maar ik weet niet op wie. Ja, hoe heet ze? Van Goede Tijden. Ach, Jette van der Meij. Er zijn heel veel mensen die op latere leeftijd denken van, nou weet je wat, in mijn tijd zit erop. Maar je kan ook zo in het leven staan zoals Galina. Dat je denkt van, nee, dit wil ik nog. How does it feel to be the oldest model of the Ukraine? Ой, непривычно, очень непривычно, но, знаете, я очень рада этому, довольна. Did you smoke? No. No? Drink? Ну, чуть-чуть, коньячка. Коньяк. Коньяк, yeah, right? Drugs? Наркотики. No. And her teeth? Can you take them? I heard she never did any Botox, nothing. Yeah. So what's her secret? Ну, у меня есть, я точно не могу определить один секрет. Но во всяком случае, я всегда была оптимисткой. Вот оптимизм у меня. Optimist. Yeah. That's what we understood. One of the most secrets, she guessed, it's love. When you in love to everything, you feel love. You try like, yeah, you like sparkling inside. Yeah. Beautiful pictures. Wow. Oh, this is beautiful. Mm-hmm. And this is you. This is you too. No. Ik vond het heel leuk om haar te ontmoeten, want ze straalt echt positiviteit uit. Hoe schattig, dat kleinkind. En ik vond het minimaal zo leuk om te zien hoe de band tussen haar en haar kleinzoon is. Oi, очень добрые, хорошие такие, понравились мне очень. Nou, best wel mooi, hè? Nou ja, het is zo mooi om die familierelatie te zien. En gewoon ook een beetje wrang natuurlijk voor mij. Ja. Ik heb het natuurlijk in onze familie helemaal niet zo leuk.
En zeker de relatie met mijn dochter is iets wat er altijd maar in blijft hakken. En ik wil er maar niet over blijven zeuren. Maar het is gewoon wrang om te zien dat het ook anders kan. En dat je het eigenlijk ook graag zo had gewild. Ik had ook graag kleinkinderen gehad. Ik had ook graag dat geluk gevoeld. En dat geluk dat heb ik gewoon niet. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.